Een hele goede morgen. Welkom terug bij de Zeeuwse Top 40. Wat is het beste nummer van Zeeuwse origine? Luisteraars van Omroep Zeeland konden in de afgelopen weken stemmen op hun favoriet. Op basis van die stemmen stelde de Omroep de Zeeuwse Top 40 samen, die vandaag werd uitgezonden. Waar vorig jaar nog verrassend Surrender als publieksfavoriet uit de bus kwam, was nu de vertrouwde kampioen Aan de Kust van Bluff gewoon weer terug bovenaan de lijst. Er zijn natuurlijk mensen die gewoon gedacht hebben, Surrender op 1, nou dat blijft nu een tijdje. Maar ja, Bluff is weer terug op 1. Wel terecht, vind je of niet? Nou, kijk, ik pleit altijd voor dialectmuziek, dus ik vond het heel leuk dat Surrender op 1 stond. Maar de stemmer beslist en als iedereen of toch de overgrote meerderheid Bluff wil, dan ben ik daar ook weer blij mee hoor. En dan vind ik het gewoon een terechte winnaar. Wat overigens niet wil zeggen dat er geen verrassingen in de lijst zaten. Ja, de grote verrassing is natuurlijk Reginald, die op 3 binnenkomt als nieuwkomer. Maar die heeft er ook serieus werk van gemaakt, want hij begon met een Twitteractie en uiteindelijk is het een posteractie geworden. De hele Walcherse Kust en de school waar die werkt, en die hebben ook allemaal op hem gestemd.